Dit is ook weer een piepklein bastide dorpje, dus met een muur eromheen. Dit is nog een oude muur. Als je dan zo hier kijkt, is dat de andere muur. En de mensen woonden hier beschermd hier binnen. En hoogzomer, overal zonnebloemvelden. En nou heten ze Tournesol. Dan kun je je afvragen of dat nou betekent met de zon meedraaiend, wat ze doen. Of naar de grond draaiend. Want deze zijn allemaal wel heel erg triest. Ze kijken allemaal naar de grond. Tournesol, duidelijk. Oude windmolen. Helemaal ingestort. Het dak is helemaal ingestort. Zo jammer dat het dan niet gerestaureerd wordt. Die moet echt ontzettend oud zijn. En dit is dan het kasteel waar D'Artagnan geboren is, Castle More, maar zeg maar Castle Less, want het is heel erg privé en je mag er niet in en je kunt alleen maar vanaf hier de bijgebouwen zien. Dus na volgende foto's van het kasteel heb ik even van internet gerouwst. Nee, niet weg, dat wij een mooi plekje in de schaduw bij het kasteel gevonden hebben. En even lekker gaan lunchen in de auto. Vandaag gaan we van alles te weten komen over D'Artagnan. Een van de drie musketiers die in Maastricht is doodgegaan en hier geboren is. Allemaal heel erg omstreden, want wie was D'Artagnan? Er bestaat maar één plaat van hem. En de vraag is of dat hij dat echt was, want hij is natuurlijk meer verzonnen met zijn verhaal van de drie musketiers. Maar we gaan toch kijken wat er allemaal is, want dit hele stadje gaat helemaal over D'Artagnan. Alles is D'Artagnan. En dit dorpje is Loupiac. En Loupiac betekent wolvendorp. En al die toeristen die hier met een bus komen, die worden verwelkomd door dit beeld met Gloria Victoribus.
Dit is een langspeelplaat met het verhaal van de drie musketiers. Kijk, daar staat het. Drie musketiers. Trois musketaires. En hoeveel staan er hier? Vier. Echt enorm tot de verbeelding gesproken. Langspeelplaten, films uiteraard, stripboeken. Ik denk dat die wel in honderden dingen vertolkt is. Het hele museum hangt vol met oude boys. Geen idee wie ze zijn. We hebben allemaal een rol gespeeld in het leven van D'Artagnan. Dit is de tijdlijn van de echte D'Artagnan. Dus de echte D'Artagnan is geboren als Charles de Bats in kasteel Castlemore hier in Loupiac. En hij heeft in het buitenland gevochten en in Frankrijk veel dingen gevochten en kerken gebouwd. En uiteindelijk is hij in Nederland overleden, of all places, in Maastricht. Tijdens de Nederlandse oorlog in 1673. En dan daar onderaan zien we alles wat Alexandre Dumas bedacht heeft over deze ridder. Dat is dus het hele verhaal wat wij allemaal kennen als de drie musketiers. Maar wat dus maar heel losjes de waarheid is. Dit is dan een oud schilderij van de slag bij Maastricht. Dit moet dan Maastricht zijn in 1600. Hier waren we lekker aan het bouwen. Toen dachten we, nou, die gaten die proppen we helemaal vol met oude stenen en benden. Maar want we gaan daarna toch stukken. Toen viel de stuk eraf en toen stonden ze verschut. En dan blijkt dat het overal hartstikke lelijk opgevuld is. Geinig, hè? Dit was de badkamer van het kasteel. Dit was waarschijnlijk de toilet, waar alles zo door de muur naar buiten spoelde. Maar gewoon niet. Als je nou goed kijkt, dan zie je dus allemaal stangen lopen. Dat zijn trekstangen. Die houden de muren aan de weerskanten bij elkaar. Maar ook daar loopt er een van links naar rechts. En ook hier boven de kast loopt er een. En hier loopt er ook eentje. Dus het kasteel wordt helemaal bij elkaar gehouden door trekstangen. Ben je al dronken? Erwin is helemaal verliefd op deze fles. Die heeft een kraantje onderin. Moet je de bezinksel op de bodem zien. Ja. Ah, je kunt hier armagnacs tussen de 30 en de 1500 euro kopen, dus daar zal die wel bij horen.
D'Artagnan kom je ook overal tegen. Nou komen we weer in een ander kasteel tegen hier in de Gascogne. We lopen dus op de landerijen van Kasteel Castagne, waar aan mijn jak wordt gemaakt. En ik vind het zo heerlijk. Hete zon, de wind van de Gers en de krekels in de bomen. Geweldig. Dit is het geluid van Zuid-Frankrijk.